Maandagavond begon het weer om te slaan en dat ging gepaard met regen- en onweersbuien. Leverde een mooie lichtshow op, zoals hier werd vastgelegd in Den Bosch. Maar op meer plekken in het zuiden en oosten kwam het tot regen- en onweersbuien. En ook vanaf een iets grotere afstand kon je die lichtshow aan de lucht waarnemen. En vanochtend vroeg, dinsdagochtend, een beetje een klamme, vochtige atmosfeer. Op sommige plekken ook nog wel wat laag hangende bewolking. En in de loop van de dag begon die bewolking steeds meer op te lossen en kwam de zon ook nog wel even tevoorschijn. Nou, we bevinden ons momenteel op het grensvlak tussen warme lucht en koudere lucht komt ook steeds dichterbij. En we zien hier de temperaturen op ongeveer 1500 meter hoogte in de atmosfeer. En dan zien we dat echt de meeste warmte nog een beetje boven het centrale en zuidelijke deel van Europa ligt. Maar vanuit het noorden komt die koelere lucht dus steeds dichter bij Nederland in de buurt. En dat gaat geleidelijk de warmte verdrijven. Maar dat betekent ook dat we ons weer kunnen gaan opmaken voor een paar regen- en onweersbuien. En die buien komen vanavond vanuit Frankrijk opzetten. En die trekken opnieuw vooral over het zuiden en oosten van het land. Daartussenin komen ook nog wel wat losse buien tot ontwikkeling. En vanuit het noorden komt die koude lucht dan ons land binnentrekken. En op het strijdtoneel met die warmere lucht kunnen dan ook weer wat buien ontstaan. Woensdag in de ochtend vooral in het zuidoosten van het land nog een paar buien. Die trekken dan weg, neemt de buiigheid verder af en dan wordt het droog met opklaringen. Dus woensdagavond zullen we ook nog wel een heldere hemel zien. Vanavond komen dus vanuit het zuiden die onweersbuien opzetten, vooral weer boven het zuiden en oosten van het land. In het noorden is het eerst nog droog, maar daar komt later dan die koude lucht met die buien aan. En het is ook nog behoorlijk broeierig, 18, 19 graden. En pas in de loop van de nacht, als die koude lucht Nederland begint te bereiken, dan gaat de temperatuur verder omlaag, zo'n 15 tot 17 graden. En dan verspreid over het land komen er buien tot ontwikkeling op het grensvlak tussen die twee luchtsoorten. Nou, morgen overdag hebben we dan met de noordenwind te maken. Zorgt ook voor wat lagere temperaturen. In de middag blijven we op een graad of 20 hangen. In het zuiden van het land eerst nog een paar buien, maar al vrij snel wordt het overal droog, met dus een wisseling van zonneschijn en wat wolkenvelden. De dagen daarna blijft de wind eerst nog afkomstig uit het noorden, zorgt ervoor dat we een beetje rond die grens van 20 graden blijven hangen. Maar vanaf donderdag gaat de wind toch weer naar het oosten tot zuiden draaien. Gaat de temperatuur weer wat oplopen en kan het in het zuiden van het land zelfs alweer 25 graden worden. Dus er zit weer wat warmer weer aan te komen en daarbij lijkt het ook nog eens overwegend droog te blijven.